brengen 90% van onze tijd binnendoor. In het donker of in kunstlicht. Maar kleine, eenvoudige aanpassingen kunnen echt het verschil maken. Door het binnenhalen van daglicht en frisse lucht. Verbeter je indoor life. Dit jaar nog met een van de vele Velux producten. Vind nu jouw passende oplossing met de Velux productconfigurator op velux.nl. Start nu jouw configuratie. December met vanavond strengere regels voor afsteekvuurwerk. Duizenden lampionnen voor onderzoek naar kanker. En verhoging btw-tarief zorgt ervoor dat we gaan hamsteren. De verkoop van vuurwerk is weer begonnen. De regels zijn dit jaar strenger geworden. Je mag het lang niet meer overal afsteken. En dit jaar is de lanceerstandaard voor vuurpijlen verplicht. Maar dat maakt de echte liefhebber allemaal niets uit. Vandaag werd er massaal vuurwerk ingeslagen. To see what was going on, the whole sky was lit up. It was electrifying, blue, green, white. En meer mensen gaan de straat op. In veel huizen is de stroom ook uitgevallen. Maar aan licht is er dus geen gebrek. Bij de explosie zijn er geen gewonden gevallen. En dit was het late nieuws. Morgen dan zijn we er weer. Om 6 uur is de eerste uitzending. Online zijn we er de hele nacht. Voor nu, welterusten. Goedenavond, het was fris vandaag en vanochtend zeker. Op heel veel plekken had je een heel klein vliesje ijs zo op het water. Er was rijp op de velden en het voerde met name in de zuidelijke helft van het land. Hier hadden we de opklaringen. Kijk, van bovenaf zie je dan ook dat de zuidelijke helft van Nederland echt in het blauw zit. De vorst, temperaturen van zelfs min 4 graden. Terwijl we in het noorden van het land boven 0 zaten. Nou, daar zat dus de bewolking en die bewolking schoof in de loop van de dag steeds verder over het land. Van bovenaf zie je ook die dikke plak met bewolking over Nederland. Kwam zo'n beetje vanuit het noordwesten erin gezakt. Limburg als een van de weinige plekken nog heel lang in de zon. Daar is het inmiddels behoorlijk afgekoeld, maar in de loop van de nacht gaat de temperatuur er weer omhoog. Want ook daar hebben we uiteindelijk te maken met bewolking. Nou, verder bij ons nog steeds de ene storing naar de andere die voorbij gaat komen. Maar wel in afgezwakte vorm, want we krijgen te maken met een hoog drukgebied. Dat gaat zich verder uitbreiden. En je ziet dat die storingen die komen wel voorbij, maar ze schampen echt. Ze nemen echt in activiteit af. Helaas hebben we wel met veel bewolking te maken. En morgen, nou ja, goed, er gaat wel wat regen vallen, maar het zal zich vooral beperken tot de noordelijke helft van het land. Hoe verder naar het zuiden, hoe beter het er eigenlijk uit, hoe droger. Maar ja, echt zonnig gaat het dus voor morgen niet worden. De Alpen, daar scheen de zon vandaag wel volop. We hadden echt te maken met kuizenwetter. Mooi weer, er was natuurlijk een aantal dagen geleden sneeuw gevallen. Nou, de condities zijn dus echt prachtig. En ook morgen liggen ze hier in het zonnetje. Maar richting de jaarwisseling gaan ze hier te maken krijgen met een noordelijke stroming. En dan schuift de bewolking tegen die bergen aan en krijgt uiteindelijk te maken rond de jaarwisseling met sneeuw. Nou, vanmorgen nog niet, hooguit iets meer bewolking en de regen bevindt zich verder naar het noorden. Overigens wel gebieden waar het sneeuwt in het noorden met hier lagere temperaturen. En als we dan kijken naar het Middellandse Zeegebied, daar schijnt op de meeste plekken de zon, er zou een enkel buitje kunnen vallen. De hoogste waardes vinden we in het zuiden, temperaturen van zo'n 16, misschien net aan 17 graden. Bij ons temperaturen vanmorgen echt weer hoger, we komen in die zachte lucht terecht. Vanuit het westen wordt zachtere lucht erin geblazen en voorlopig wordt het dan niet echt koud meer. Van bovenaf rond 3:30, net het kleine puntje van Limburg in de zon. Voor de rest vrij veel bewolking. Aanvoer richting het westen zitten wel wat opklaringen, maar er zit zoveel vocht in de lucht dat als het opklaart, het vrij snel nevelig of mistig wordt en dan blijven we vrij grijs weer overhouden. Sowieso trekt dus die regen naar het oosten. Op heel veel plekken wordt het droog. Temperaturen laagst, denk ik, in de avond al. In de loop van de nacht gaat die temperatuur alweer een klein stukje omhoog. Gemiddeld komen we uit zo rondom de 3-4 graden. En morgen overdag, ja, is het dan vrij grijzig. De zon zien we niet of nauwelijks.
misschien in de ochtend in het noordwesten, maar uiteindelijk schuift dan die storing over met een klein beetje regen, zo van west naar oost. Wellicht houden we het in het zuiden, zelfs de meeste plekken, helemaal droog. Maar de temperatuur die is hoog, een graad of 10 bij een aanwakkerende wind. Zeker in het noordwesten, daar kan de windkracht 7 komen te staan, met misschien zelfs wel tegen de avond zware windstoten. Uiteindelijk wordt het rustiger qua wind. Zondag valt het echt weer reuze mee, maar ja, die zon zien we niet of nauwelijks. Heel klein beetje. Op een enkele plek kan het een beetje regenen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is nog steeds erg zacht voor de tijd van het jaar. En dat blijft het, ook rondom de jaarwisseling. Met soms een beetje zon, soms wat meer wolken. Overwegend droog. Waarschijnlijk rond de jaarwisseling wel de vorming van wat mist door die kruiddampen. Maar het is absoluut niet koud. Fijne nacht. Het RTL 4 werd mede mogelijk. Wat is het? 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 Wat is het?